Goedenavond. Nu u na de nieuwe quiz van Lievenscheire alles weet, kan u relaxen met onze gekende formule. Kijken naar tv-kijkers. Oh, Rieke. Wie je goed vindt, dat wil dicht liggen bij ons vindeken. Nee. In het huis wekte Luc Appermond tedere gevoelens op. Jij kan er niet aan doen, zin als ik dat zo in zijn oren boeit. De canvashit Bevergem, dames en dialecten. Zeg, als ze wie in het fles vlom ziet stijgen naar zee, zouden dat dan ook niet verstaan? De Teletubbies leken terug, toten los in het bos. Ik zou dat wel een keer willen doen, maar jij dan in dat kostuum en ik dan zeggen, kom maar, Axel. De politie jaagde op opgefokte brommers. Doe je dat eigenlijk, brommer optreden? Dat weet je niet, ze deden dat voor ons. En rechters oordelen in de rechtbank, onze kijkers thuis. Nu is aan het liegen. Ik kon mij niet zeggen dat hij minstens 153 per uur heeft gereden. Hoor. Die heeft dat op zich gepakt. Hè? Het winteruur komt er van het weekend aan. Straks worden de avonden nog langer, maar wij maken het nu al gezellig. De zetel wordt precies kleiner en kleiner, ja. Niet? Ik zit te langer dichter bij Kief. Allee, mama, hoe is die mee oog? Het oog van Mieke zit dicht. Mamatje is flauw gevallen. Hè? Met een bloeddruk is een beetje gedaald. En ja, het stond een tafel in de weg. Drink maar wat limonade. Ja, ik was wel niet zat en zo. Hè. Graag het wel, meneer. In Lier heeft hondje Henri voorlopig nog meer oog voor versnaperingen dan voor tv. Henri is ook een chocoladeliefhebber. Ja, gewoon alles. Als je in een pechsgenoot ritselen, dan is hij er. Zwaar. Totel los. Style. Ah, totel, hè? Ken ik niet. Toten los in het bos was een nieuwkomer bij VTM. Wat is LSD, ja? Dat is toch geen... Ah, dat is zo'n natuur die je was. Like it already. Goedenavond en welkom bij Toten los in het bos. Vier duo's van bekende Vlamingen doen mee aan dit beestige programma om duizenden euro's in te zamelen voor Rode Neuzendag. Wat zijn die rode neuzen? Dat is van de kinderdingen niet. Gewoon verdummen. De ziekte komt altijd allemaal niet. Maar voor rode neus? Ik kan nog geen rode neus. Ik heb wel rode oog. Vooraleer de BV-duo's kunnen deelnemen aan Toten los in het bos, moeten ze onderling uitvechten wie van hen wordt getransformeerd tot beest. Dat is wel leuk. Er is echter één groot nadeel aan verbonden. Wie het pak draagt, ziet geen steek. Het is aan de bazen om hun beest zo snel mogelijk naar de finishlijn te gidsen. Maar dat moet toch super irritant zijn dat je niet kunt zien en dat je moet vertrouwen op iemand anders. En de bazen zijn vandaag Rob van Oudenhoven, Tatjana Belooi, Nick Nuijens en Christel Verbeke. Nick Nuijens, wie kent die mensen nou in godsnaam? Wie is dat? Dat is een wielrenner, Nick Nuijens. Nooit van gehoord, nooit gezien. Rob, ik sta op mijn dingetje, hè. Ja, ik zie het. En valt mijn pak? Het is toch een pak anders, moet ik zeggen. Ik wil ook zo'n pak, echt waar. Zie. Wil je ook zo'n pak? Ja. Vind je dat echt leuk? Ja. Mooi, hè? Ik zou het binnenste van die beest eens willen zien. Want ik zou daar claustrofobie in hebben, tenzij dat die wel lucht krijgen of zo. Ja, jong. Langs achter of zo. Kijk eens aan, een vliegende start van het hert. Ja, duidelijk geen groentje. Of net wel. Ja, loop. De zin is dat ik zou doen. Het hert voelt zich precies niet oké. Ik zou gewoon gaan. Ja, tot als je zo'n spel zit. Ja, beetje elastieke benen. Of de vallende ziekte. Oh, zalig. En wel, dat vind ik niet grappig. Dat is zo'n ding. Ik hoor die beesten al denken. Zet die plot af. Oei. Oh, stop er. Ja, maar je weet dat niet. Ja. Oei, bonk. Zo'n poep. Dat is wel iets goed voor de kinderen. Pas op, en nu gaat het die kastanje, alleen okay. Die hangende dingen tegenkomen, hè? Dat is een radois dat eraan hangt, jong. Ga maar, rechter. Wow, oké, wacht. Wow. Wat fijn. Allee, jong. Oh, nee. Hij heeft de beestjes gezien. Ja. Henri, zeg. Die wil ook niet het bos, hè? Oh. Die heeft altijd als een diertje zien op een tv. Dat is van excitement. Allee, jongen! Godverdomme! Wacht, wie staat hier? Ah, dat is Karen. Karen van K3. Ga maar door. Kijk op in. Balk. Dat is wel goed. Rechtdoor. Oké, stop, ik mag je komen halen. Stop. Oké, we zijn er, hoor.
Kunnen wij ons er ook niet van inschrijven? Nee, dat gaan we niet doen. Want ik zou wel chagrijnig worden als jij dan verkeerde dingen zou zeggen. Dan zou ik zo meteen, godver... Ik zou dat wel een keer willen doen. Mag jij dan in dat kostuum en ik dan zeggen... Kom, Axel. Nee, er is niks in dat in de weg ligt. Pas op voor een eikel. Oei, dat kost een paar tanden. Ja, jij zegt tegen mij, als ik ja zeg, moet je springen. Maar ik wist niet langs welke kant, hè. Ah, ik weet wel wie dat is. Niels de Stadsbader. Ah, de Batse... Nee. Maar wie is nu die schattige mol? We zijn beestig nieuwsgierig. Ja, dat is duidelijk. Karen is het grootste beest van ons. Hm? En jij is het grootste maas. Wie zou die als jij moest kiezen? Nee, toch niet beginnen. die linkse dan toch, denk ik. Nou, die rechtse. Ruzie over vrouwen gaan we nooit hebben. Nooit. Nee, we hebben nee, nee. Nooit of te nooit hebben we de mottigste eruit. Ja, nee, van u is juist zelf de gekkigste mot. Ik denk van, hè? Wij doen mee vandaag omdat wij heel graag ons steentje bijdragen. En zeker omdat het zo'n goeie doel is. Een goeie doel, ja. Ik steun eigenlijk maar één goed toe. En dat is het Rood Kruis. En weet je waarom? Gewoon omdat die elk jaar 2 weken aan een stuk het kruispunt bezetten. En als ik die de eerste tegenkom, koop ik die een sticker om dat vanaf te zijn. Echt? Wat ik mij altijd afvraag van die stickers van het Rode Kruis, waarom zijn dat stickers? Is niemand die erin oplakt. En dan iemand zo'n jommeke sticker op zijn noten van... Het mag gewoon een papier zijn. Voor mij moet dat geen sticker zijn. Weet ik al iets van dat portefeuille? Het schijnt zijn ze gepakt hebben in Antwerpen. Met de topeden heb ik nog geen politiegoed gezien. Ja, er is wel niet goed, hè? Nee, nog niks. Mm-hmm. De dokter heeft me gezegd dat ik moet met de overzetten. Ja. En ik zal dat proberen te doen. Oh, ja. Maar wat ik nou voorzichtig mee zijn, geen chakosten meer met mijn arm zijn. En gewoon ook niet, hè? We zullen moeten het wind op stap gaan. Het is gedaan. Gewoon niet meer alleen en ik niet meer alleen. Mee op stap. Ja. Zeg, ja. We hebben afgesproken, of wat? We zijn assortieën. Ja, die heb ook eens iets schoon aan. Ja, nu jij nog, hè. Het huis, kinderen, dat zie je het niet, hè. Dat zal zoiets zijn van verbouwingen of zo. Foutig ook, Sascha. Deze nieuwkomer op één gaat over mensen. Dat is een nieuw programma. En er wordt elke keer een bv 24 uur opgesloten in een huis. Hm? Alleen met die reporter dan. Is het de bedoeling dat ze een portret maken? Dat gaan we nu dus zien, hè, Karin. Ah, ja. Oh, God. 24 uur lang is Luc Appermond te gast in het huis, ergens in Vlaanderen, op een voor hem onbekende locatie. Zie, dat is toch een toffe mens, hè, jongens. Ja, wat is die? 100. Luc Appermond. 66 sinds 2 weken, omroeper, presentator, zanger. After every storm, I see... Zie ik die jongen, een schone jongen dat was. Een jongen is toch een schone man. Dat was iets van het liefste dat ik deed. Dat was echt een hobby. Ik zat aan mijn kant al aan dagen in het Amerikaanse theater als er iets te doen was. Ja, als die Kappermond was, ja, dat was mijn echte favoriet. Hè. Een duurzame mens had gepauze omdat ik er verliefd op was. Oh, jong. Maar ja... Dan een toen wat weg van Cliff Richard. Ja. Jij kan dat niet aan doen, zin als ik dat zo in zijn oren boet. Ken die nu niet? De Kappermond. Wat had je allemaal gedaan, de Kappermond? Koen Wouters van vorige generatie, eigenlijk. Van de vorige ja, generatie. Oma had dat goed kennen. Ik dacht vroeger dat die Lu Kappermond heette. Ik ken die namen, hè. Lief van Bart Kael. Al die jaren is er ook Bart Kael. Maar pas 5 jaar geleden zorgen 5 woorden voor de grote bevrijding. Ja, we zijn een koppel. Ja, maar iedereen wist dat wel ja, al, hè. Dat was ook wel ik een wist beetje... dat al de 20 jaar gelezen, hè. Ik heb dat redelijk rap door altijd. Ja? Ja, maar jij bent zo'n homo-magneet. Ja. Echt. Hoe lang zijn jullie samen? Ik moet nadenken. Ja, iets van rond de 30 jaar. 30 jaar? Dat, ik verslik me nog wat. Is langer als wij? Ja. Dat is een voorbeeld bij mij, een voorbeeld van een homokoppel. Kun je dat geloven? Ik vind het alleen jammer dat ze zo lang wachten met mij naar buiten te komen. Dat moet toch gerellig geweest zijn om zo lang
dat geheim te houden. Daar had ik dan wel een probleem mee. Ja? Het feit dat die dan zo ineens zo, hoe zeg dat, zo gay icons waren. Terwijl ze het zo lang verstopt hebben. Sorry, dat zijn geen voorbeelden. Nee, dat is waar. Maar dat was ook in een tijd dat men er zo niet meer over de brug kwam van ik ben homo, hè. Ja. Ah, ja. Ik denk dat dat wel een opluchting is van die mannen ook, zeg. Zo'n leven lang verstopper spelen, ik denk dat dat ook niet alles is, hè. Dat is niet alles. Nee. Nou, zal ik een keer goed zien, zeg. Ah. Hij moet het toch goed komen, ze biedt? Uit een onderbroek aan. Maar, ik zeg toch niet dat ik dat bloed moet zien? Oh. Hou dat niet gewoon op iets anders zetten, want dat boeit me eigenlijk echt niet. Die jongen heeft zijn tijd gehad en... Gaan we niet naar iets anders kijken? Het is ook een beetje de generatie. Oh, de hele mama zat oppakken, het is goed. Heb je een hongertje nu of... Nee, nog niet meteen. Zeg maar anders, kijk eens in de koelkast of er iets tussen staat wat jou... Dat zal wel voor je zo. Oh, is dit in de koelkast? Om lust. Wat staat er in de koelkast? Is dat om lust? Ze hebben de noodlijn gebeld, hè, omdat jij moest normaal koken. Ik zeg, als Luc moet koken, dan is er geen eten in huis. Je zou dat kunnen vergelijken. Hè? De Bart zorgt voor de Luc en hier zorgt de gaaf voor de Luc. Dus de Luc moet er verzorgd worden. Hij kan dus lastig worden als hij dus geen eten heeft. Hè? Maar echt, zo, ja, amputant worden. Hè. Voor hem moet ook alles gezorgd worden. Hè. Dus echt, ik vind die relatie zo herkenbaar. Hè. Oh ja, gaan we eten gereed maken. Ja. Precies, ja. Dat is herkenbaar, hè. Allee, dat zijn homo's en die trekken het op ons. Ja, dat is die relatie. Echt, ongelooflijk, hè. Ongelooflijk, onvoorstelbaar, hè. Oh, hier is zich. Een kampvuur. Oh, en zingen op de piano. Laat hem zingen, hè. De Marie-Louise. Et plus encore, afin qu'on soit tranquille. Dans son café, il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles. Ou les garçons. Et on... T'es bien chez Lorette. On y retournera pour ne pas l'oublier. Lorette. Ik vind dat dat toch precies nog een echt verliefd koppel is. Hé, Luc? Zo ongeveer gelijk waar. Oh, schop. Je moet dat niet open doen, hè? Dat moet je niet open doen. Nee, je moet dat zo toelaten. Oh, ja, maar ja. Dan weet ik dat dat kwam door mijn koffie koud was verleden keer. Ik heb plotseling echt een zweetvoet. Ik zeg, is dat van nu? Allee, hoe kunnen mijn voeten nu naar zweet steken? Allee, ja. Het zijn verse kousjes. Nee. Oeh, jawel! Nee, allee. Maar ik zeg gewoon doe. Ruik aan. Nee. Mijn voeten zijn zin. Allee, ik heb het juist gewassen. Nee, het klinkt echt zwaar, mama. Ik kreeg het heel tijd. Het is dus echt. Ik zo... Hier gaan we. Bevergem. Zie ik heel gerne. Oh, super. Super reeks. Oké, een beetje brein. Ik moet toch de ondertitelingen niet zien. Ja. We verstaan dat toch, hè? Ja, Christa, in West-Vlaanderen wel. Daar bestaat iedereen Bevergems. Bevergem. Is dat een gemeente? Ja, dat ligt ergens aan de Westhoek, zeker, hè? Evergem ken ik, maar Bevergem... Ik zal dat eens opzoeken. Manneke, tegen dat goh dat gevonden is dat van de wereld kort verdwijnen. Het gaat eigenlijk over een BV dat daar in dat klein dorpje Bevergem komt wonen. Dat is zo'n hele heis daar rond en al. Dat is Freddy de Vadder. Ah, oké, ja. Bevergem bestaat alleen op canvas. Ah, daar heb ik het. Ik zei het toe. Dat hebben ze wat gevonden. Zeg, Danny, was het hier een kleuter over vierwerk? Zie je dan die haken misschien eens? Oh, dat is met een dia, schitterend. Mijn Willaert. Hekken, vierwerk. Vierwerk dat is juist hetzelfde van die levende standbeelden. Kijk, Freddy de Vadder, eet met die snor. Ja. Ik dacht dat een beetje een boeventronie. Ja. Ook boeventronies laten zichzelf en hun gasten graag goed soigneren, blijkt al gauw in Bevergem.
La 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 la. De verpleegster is er. De verpleegster is er, en dat is wat anders. Hey. Oh, miljard. Want die als verpleegster binnenkomt. Als ze wie in het fles vlom ziet stijgen naar zee, zou je dat dan ook niet verstaan? Ze had voor de hoofd verstaan wat dat zou, hè? Tilt, tilt. Hartstilstand, denk ik. Is in de kop, ja. Bekijs dat niet. Dat moet een prenten, weet. En niet de West-Vlaamse duizen. Hilde. Hey, Anja. Is Martini niet, hè? Oh, nice. Ik vind dat ook wel een goeie, hè. Ah, de. Die moet ook er was Vlaams niet. Allee, 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 ik ben te laat, ik. Maar ik me kunnen direct vertrekken. Is dat ding een Doortje? Ja. Wie is ze? Wie is ze gaat er daarbij? Doortje. Doortje. Echt wel spectaculair, hè? Amai. Dat is van een treze beest een seksboom. Verreed sexy, amai. Dat vind ik heel tof dat ze die gewoon gecast hebben. Dat is gewoon een beestig goede actrice, vind ik echt. We gaan naar voor Anja's feestje. Ah, oh, feestje. Ja, ja, vanavond, hè. Komt je hier niet of wat? Vanavond? Ja. Dat komt ook, hé. Ik was ook West-Vlaams, hè, zoals ze zei ook. West-Vlaamse roots hebben ze. Ja. Ik ben blij dat er nu een keer zo'n feuilleton is in het West-Vlaams. Het zijn anders altijd Antwerpse dingen. Bompalawaat, wat we dat doen allemaal, het onkel Jeff. Onkel Jeff, ja. Waar je niet van verstaat. Waar je niet van verstaat. En dat is nu een keer wat voor ons. Weet je, van wagen de cup, hè? Ja. Ja, het is nog niet leuk dat mijn wonderklap, hé. Nee, niet. Dit is keigoed, jongen, die gast. Dit is echt hilarisch. Ja. Heel grappig dat hij de tekst niet weet. Ik heb al ik weet niet hoeveel mensen beloofd dat ze kon scannen die foto's van Bali vanavond. En nu is die computer kapot. Stomme domotica. Claude! Claude! Kom ik aan! Claude, echt een taart. Claude is een jonge officier. Oh mijn god. Echt zo'n fouten. Nee. Claude, uit de foto's heb ze gsm staan. En dat is eens de vakantie. Woon in Antwerpen, neer. Dat is toch beter verstaanbaar als zo'n West-Vlaming. Jij verstaat dat misschien beter, maar moet kijk maar eens een keer hier plat Antwerps klappen, hè. Onderzie, hè. Maar dan zijn er bij, die maar er geen vloot van verstaan, hè, maske. Maar niks, hè? Heb jij een dialect eigenlijk? Dat is weg, hè? Ja, dat is weg. Van mij komt er als ik. Ja, komt er als ik s'nachts wel eens terug als ik gedronken heb. Maar wel, zo dat is wij in Grobbenon gewoon, dat dialect. Als je daar in een bakker stond en. Allee. Dat is zo sappig, hè? Ja. Wat is het, jong? Arn of jong? Die was het goed, Murk. Dat is lekker de patata Murk zijn, hè? Aan mijn man een frak. Ferm en vanaf. Jot begot. Ja, mijn chocodozen. Mijn chocodozen. Miljard! Zelfs als Apsjaar. Dat vind ik leuk. Is hij thuis? Dan zeggen ze: is je te zennest? Of is je te hurst? Poepelhoeren zat. Een stukje kloden. Een stukje hebben frek kan ook nog. Nurk, jij bent soms een nurk. Oh ja, bedenkt. Zie ik ook, hè? Maar dat is toch? Allee. Ja, klap het maar goed. Voor jou heb ik iets speciaals. Rode wijn in een bekertje, zodat je niet kan morsen op mijn parket. Meen je dat wel? Ja. Dat is toch goed? Ik vind het iets schandalig. Schandalig. Jij durft wel. Allee, dank je wel. Het is apart. Nou, om een keer van daar. Alsjeblieft, kijk. Ah, kijk één keer in het boekje wat dat is. Hier. Hallo. Luc, hallo. Ja. Ah, ja. Ik zie dat een. Je volgt 9 lokale politieduo's in West, Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Het zijn al twee dingen die me tegensteken. Zo. Wat, hè? Luc Allo en lokale politie. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent Brent. Dat klopt. Voilà. Goedemorgen. Ik rijd mee met u vandaag. Prima. Kan ik al zoiets zien waar het er maar moeten weg te staan, hè? Wanneer starten jullie met school? Binnen 6 weken, hè.
Mm-hmm. Eerst in december, spannend, hè? Spannend. Bijna. Maak een keer de papieren van je brommer en je ribbus. Een ribbus. Ah ja, ja, of dat die niet opgefokt is. En hoeveel reed je, denk je? Ik heb er een dag van geweest dat die 40, 50 zijn. En hoeveel mag je officieel rijden? Bij 25. 25? Ja, die brommerkes. Het zijn er dan vele bij die opgefokt zijn, heel vernoemd al. Ga een keer de rol uithalen, hè? Ga een keer op de curvometer zetten. A40. Ja, ja. Dat is bekend dubbel. Hoe doe je dat eigenlijk, brommer opdrijven? Dat weet je niet, ze deden dat voor ons. Jij hebt ook gedaan. Al onze brommerkes waren opgedreven voor ons caminootjes. We reden wij daar ook 50, 60 mee. Het was een jonge haast en drong niet dat dat maar kost. Mobiletjes opdreven. Het waren in drongen. In drongen de mobilet reed dat. Ja, kunnen ze niet meer sturen. Het was lekker ding, het was lekker raket. Ik heb daar nog niet mee gereden met zoiets. Gewoon maar nee. Ja, als ik als ons Lestijn 16 was en ik 12, oh man, ik kon niet stoppen. Wel? Ik kon dat gevallen was. Ik kon daarmee niet stoppen. Ik heb moeten eraan tot als een essence leeg was. De collega gaat met zijn motto naar hier komen. En je moet met hem mee naar het bureau om hem daar te zetten. Hier, nog een flik erbij. Kom jong, op de rollen. Dit zet. En dat grapje in zijn kabinet. Ik heb ook altijd zo die zwantjes. Worden die ook geselecteerd op het kijken van hoe streng kunnen zien? Ik zie altijd zo. Zo Robocop streng. Zo. Laat ze, zit maar bij de rest. En nu? Moet ik in mijn tram pakken? Ik sta hier nu al. Wat kom je doen? Een tram pakken? Wat is dat? Die naar Nieuwpoort. Ja, ja, ja. Okay. Ah nee, wacht even. Anders moet ik maar vragen. Ah, kijk, ja. Werner, altijd goed, hè? Yo, Werners. Hey. Ja, dat zijn juist beboet door die kutflikken en zwaaien nog in. Yo. En dan zo, en dan zo. Bedankt, jongens. Bedankt, jongens, want wie wordt gepakt heeft kans later in de rechtbank nog een andere cameraploeg tegen het lijf te lopen. De zitting wordt hernomen. Met welke zaken? Ik zie dat wel graag, eigenlijk, de rechtbank. Ik ook. Omdat dat eigenlijk wel zo de ver van mijn bedshow is, hè. Ja. Dat zou ik nog wel graag zijn. Zo. Richter? Ik vind dat die cool, dat is een cool kleed dat die al hebben. En wat is je motivatie om bij je rechtbank te komen? Ik vind dat gewoon een graven tenue. Ja. Dat zou het zijn, hè? Waarom wilde bij de police? Ik vind dat een bangelijke outfit. Blauw sada. Dat is mijn kleurke. Mijn kleurke. Oei, oei, oei. Zo oude mensen, dat vind ik altijd erg, hè? 10 naar 12, dan reed u met de wagen van uw zoon. Ja. 153 km per uur. Wow. Oh, dat vind ik niet erg, zeg. Meestal is het omgekeerd. Meestal zijn het de kinderen die de ouders ongerust maken. Dat kan ook een leugen zijn, want het kan ook iemand, een jongen, die trap gereden heeft en zijn mama heeft op hem genomen omdat hij de tweede keer al was. Ah, ja, ja, zo. De zon. Zou jij dat doen? Onze zoon, een boete dat jij dan zoiets heeft, ik zal dat wel op mij pakken. In feite niet, hè. In feite doet hij het verkeerd en dan moet ervoor gestraft worden, hè. Punt. Wil jij nog een watertje? Ik wil even, ja, ik krijg hier alleen maar water. Zeg, ze zou bij mij wel eens kunnen klinken, hè? Heb je dat nog niet gedaan? Nee. Nou, gaan we dat nou doen, zeg. Alleen mijn voornummertje. Weeg stil. Waar mag ik zitten? Daar. Zit u eens hier naast mij. Zeg, maar dat is altijd mijn plaats, hè? Zet u eens naast mij, kom. Oeh. Nee, niet is. Allee. Oei, dat kastje. Juist. Ja, wat? Dat is helemaal gedesoriënteerd. Ja, ik ben even van mijn melk, eerlijk gezegd. Zie je. Ja, is wel. Dat is helemaal in de war. Ben je mee, K3? Ik ga even uit en we gaan even allemaal naar K3 kijken. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de eerste live show van K3 Zoet K3. Maar de Geer heeft zijn tanden gebleached in de van de avond. Dus volgens mij zit Ivoor van een olifant in, dat weet ik wel. Ik vind dat Gerard Joling precies een kikker is. Moet ik dat kijken? Een breedsmoelkikker dan. Ja. Want hier zijn ze, onze 10 kandidaten! Heb je er onder 3 toppetjes al? Ja. Ja. Wie? Maar als ik mag kiezen... Iselot en Iselot. Is het 1 rosse en 2 bruine. Oei. Dat gaat niet. Haar liefdesdroom zonder net ooit te beleven. Hier. Oh,
Demi! Dat is toch een knappe? Nora. Die gaat alweer doen. Er moet een Hollandse inzitten, er moet een Vlaamse inzitten en er moet een vreemde origine inzitten. En dan zou het... Toch, hè? Nou, liefst nog alle drie een andere kleur haar. Die vind ik echt goed, die hammer. Ja, maar die was weggestuurd eerst, hè? Moeten? Nee, die heeft een wildcard gekregen. K3, ja, dat ben je natuurlijk niet in je eentje. Je vormt een groep met drie en daarom beginnen we ook met de groepsopdracht. En de eerste groep van vanavond is... Die hebben al geen week geoefend met elkaar. Nee. Zo, echt waar? Die denken toch echt dat wij stom zijn, denk ik. Van u wel. Hier zijn Suzanne, Laura en Jindra. Neem me mee, naar ik weet niet waar. En nee. Ik ben klaar. Zij pijst als het al is, hè? Die Jindra. Die vind ik ook wel goed, die wel op Christen lijkt. Ja. De wereld ontmoeten, kijk om je heen. Oei, het is spijtig, maar ze kan niet zingen. Ah ja, allemaal zo. Allemaal zo? Allemaal? Alle drie. Net als Alice. Want ik kan niet dansen. Gaat niet worden. Nee, geen enkel. Christel, wat vond je van deze groep? Slecht. Moet ik daar mijn plaats aan afgeven? Dat is een hele mooie binnenkomen. Ik heb wel één tip. Het was een groepsopdracht en ik heb eigenlijk totaal geen interactie met elkaar gezien. Dus ja, het was te denken ze, dat ze weet gezien. Hè. Kijk, stel je eigen K3 samen. Onze kareetje. Hanne. Loren en Lisa. Nee, hem en Lisa. Ze kan je niet kennen, Lisa. Maarten. Maarten. En Klaasje. Dat vind ik een stom. Ah, wel, dat heb ik altijd echt een hatelijk nummer gevonden. Ja. Ik kan gewoon viool dan doen. Hoe mooi het is. Dat is heel mooi. Oei. Dat was niet zo goed, hè? Oh. Ik vind dat hij schoon ogen heeft. Ik denk dat de Gert dat wel bevalt. Welkom bij de drie beetjes. Kom maar snel. Klaasje er zo'n echte speelsmeisje uit. Het is een echte Barbiepop zo. Kom maar snel naar hier. Ja, mooi. Zijn die beter gezongen? Ja. Vindt ze beter dan de vorige. Jullie zien er zo prachtig uit. Het is net alsof er niets aan de hand is. Is dat echt zo of gaat je hartje... Boom, titi boom, titi boom, titi boom. Dit is wel heel snel. Oh, Gerard. Goeie hartje kloppen, ja. Het is van deze kant. Sorry. Hier zijn de groep Demi, Nora en Lisa. En geef ze een daverend applaus. Zijn we dan speciaal voor jou? Demi, hier. Die kinderen ook niet in bed liggen. Die vind ik te sexy ze voor K3 te doen. Is het de bedoeling dat de papa's liever gaan gaan dan de kindjes? Nee. Oh, Lisa. Hij is helemaal verliefd op haar. Maar boy, ze is gewoon zo goed. Jij kan ook toveren, Karin. Ja, hocus pocus. Fiddly-dokus. Dat vind ik niet leuk. Ik wil splitsen. Misschien mogen zij straks door naar de volgende liveshow. Ja, dat betalen jullie, dat bepalen jullie straks. Dat betalen jullie, ja. Je weet het dan toch. Ja. Oei, wat is dat? Een snottenbel. Wacht, papierke. Vieserik. Oké, Gerard, daar gaan we. Oké. Namens gaat het nog een beetje met de zenuwen. Oh, ik weet niet. Ja, ik kan... Een van die twee moet weg. Ik weet goed dat mijn kleine daar direct verliefd op is. Op deze? Nee, op die blonde. En dat vind ik ook belangrijk, want de kindjes die worden hier wel over het hoofd gezien. Hè? Ja, dat is wel. Ja, die rechts is de mooiste, maar die links is echt beter. Gert, het laatste woord is aan jou. Het lot van een van deze twee dames ligt in jouw handen. Na lang beraad willen we meenemen. Kandidaten, die we graag volgende week... terug hier op het podium willen zien. Suzanne. Is voor de jury.
Zeg het, Gertje. Nee. Allee, zeg het dan toch. Suzanne. Ah. Klaar, zet. Hallo. Hallo, jongen, dat is dikke bullshit. Ik had er een andere uitgestemd. Ja. Lara, ik zie dat jij toch wel serieus ontgoocheld bent. Of ben ik fout? Ja, ik was zelf nog niet klaar. Wat zeg je? Ik was nog niet klaar. Je bedoelt dat je nog heel veel andere dingen had willen doen in deze wedstrijd? En ze leek zo op Christel. Ja, dat versta ik ook. Of Val is daar doodsteek. Het is een nieuwe K3, hè. Je moet gewoon drie toffe meisjes zoeken die haar graag bezig ziet. Geweldig dat je erbij was. En Lara... Jeep. Jeep. Komen nog andere dingen van Studio 100, hè? Ja, ik wou net zeggen. Gewoon naar boven? Ja. All right. Wie is dat geweest? Ja, wat al vertrokken, hè, vind. Oh. En eerst meer pakken ze. Zie je hem? Ik zie je hem. Ik zie je hem.